Alsjeblieft. Dankjewel. Ik wilde van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te feliciteren met een goede afloop. Jullie hebben fantastisch werk geleverd. Echt. Werk om trots op te zijn. En ik ben des te meer verheugd omdat het betekent dat de unit heeft bewezen dat het zijn bestaansrecht verdient. Ja, nee, maar we zijn er nog niet. Er zijn nog een aantal dringende vragen waar antwoord op moet worden gegeven. Ik hoop dat jullie dat ook tot een goed eind brengen. Nou, van harte allemaal. Dank u wel. Bedankt. Waarom verscheen die Koops bij de kliniek? En probeerde een einde te maken aan de gijzeling? Omdat hij zo de verdenking tegen hem wilde wegnemen. Hij speelt het slim. Wat heeft u ermee te maken? Alles. Niet alleen die kliniek Vitanova en Medigen. Hij was ook betrokken bij de deal die gesloten is met uw voorganger, de heer Aarts. Jammer genoeg hebben we Koops moeten laten gaan. Ik denk dat het dé grote man achter de schermen is. En Koops en Breitner hebben allebei enorme belangen in Medigen. En die had Cornwall ook. Er moet meer zijn dan Vitanova en Medigen. Niet alleen was Cornwall erbij betrokken, maar ook Twan en Mellema. Maar die werken weer voor SecureWatch. We kregen onze informatie via een deep throat, genaamd Nemesis. Deep throat? Middels deze advertentierubriek. We hebben het idee dat Mellema erachter zit. Blij dat ik dat hoor. Hm? Hun laatste boodschap staat daarboven. Alle reizen beginnen en eindigen in Nederland, secuur en safe, zoals ons devies luidt. Beveiligingsbedrijf SecureWatch. Kunnen we die Nemesis ook gerichte vragen stellen? Dat zijn we van plan. Maar we moeten het goede moment kiezen. Trouwens, ik zou erg graag mijn handen vrij willen hebben om de staf van SecureWatch af te luisteren en te schaduwen. Dat is prima. Kies je eigen prioriteiten maar. Belangrijkste nu is Koops. Hem wil ik hebben. Koste wat het kost. Hou jij je niet te flink? Nee hoor. Is toch goed afgelopen? Je krijgt alle hulp die je nodig hebt. Weet ik. Dat is geen schande. Ik ken niemand die er geen last van heeft. Ik draai het steeds weer af. Die beelden die raak je nooit meer kwijt. Het heeft tijd nodig. En deskundige hulp. Ik hoef nog geen hulp. Wat je wilt. Waarom ga je er niet een paar dagen tussenuit? Ik zou het liefst doorwerken.
Maar dan word je er telkens weer mee geconfronteerd. Beter dan thuis zitten. Ik wil afleiding. Hoe kon het AT meteen op de goede plek komen? Ze moeten het hebben geweten. Ze hebben geluk gehad? Hè? Nee. Ze wisten precies wat hen te wachten stond. Iemand binnen de kliniek? Hoe gedraagt Govers zich? Nee, normale routines. Komt gewoon op zijn werk. Gaat s'avonds naar zijn vriendin. Eet thuis. Helemaal niet. Ik ben ervan overtuigd dat hij... Dat hij wat? Dat hij iets in de gaten heeft. Waar en hoe Harry de dood vond is wel duidelijk. Ook dat Mellema ervan af wist. Maar de dood van Harry heeft niets te maken met Koops of wat zich in de kliniek afspeelde. Kortom, we zijn nog geen stap verder. En via Twan? Precies. Twan werkte voor Mellema. Twan is gesignaleerd in de buurt van de auto van Harry. Harry werkte aan de zaak de Haarlemmermeer. Alles wijst weer naar Twan. Maar de hamvraag blijft, wat heeft dat in godsnaam te maken met Mellema en met Harry? En dan, wat betekent dat geld uit Saint-Malo? Afkoop. Wat zou Mellema nog meer kunnen weten? Misschien chantage. Waarmee? Of het is gewoon een dwaalspoor. We zien vast iets over het hoofd. Wat? Dat probeer ik via SecureWatch uit te vinden. Maar hoe? Ik had daarbij gedacht aan Ben Govers. Weet jij zeker dat je Govers nog kan vertrouwen? Hij heeft ons geholpen. Dat heeft hij zeker. Ik heb Ben gevraagd om SecureWatch zo uitgebreid mogelijk te screenen. Ik dacht dat hij dat al gedaan had. Hij is onze enige houvast. Ik wil dat jullie hem zo goed mogelijk steunen. Tuurlijk. En wat doe ik? Spalding en Twan. We nemen het weer over van het OT. Ik wil het in eigen hand houden, dan voel ik me zekerder. Weer dagenlang in die auto hangen. Bedankt. Verder nog vragen? Is alles van de kliniek nou afgerond? Geloof me, Breitner hangt. We hebben genoeg bewijzen. Het zou geen kwaad kunnen als u wat meewerkte. En? U heeft inmiddels na kunnen denken over uw zonde. Heeft u al last van uw geweten? Ja, ik zou s'nachts geen ogen meer dicht kunnen doen. Het ziet er niet zo best voor u uit. Ik heb niets te zeggen. Ik wil namen. Aanwijzingen dat er meerdere personen bij betrokken zijn... en dan hebben we het over een meervoudige moord op kinderen. Kinderen. Ik zeg niets. Maakt u het zichzelf vooral moeilijker dan nodig is? Ik hoef niet mee te werken. Nee, natuurlijk niet. Maar ja, ontvoering, gijzeling, moord, ik kom toch al gauw op zo'n 20 jaar. Ik ben tot alles bereid. Als ik Koops maar krijg. Geen woord. Ze blijft zwijgen. Zo zit de wet in elkaar. Ze hoeft niet mee te werken aan haar eigen veroordeling. Dan moeten we maar hopen dat we Koops kunnen aanpakken. Koops is een probleem. Ik verwacht van hem maar niet te veel. U was al bezig zichzelf in te dekken. We kunnen hem ook in het belang van het onderzoek oppakken, toch? Op grond waarvan? Ja. We hebben weinig bewijzen, maar er blijft een optie over. Welke dan? SecureWatch. SecureWatch werkt voor Medigen. En we hebben daar iemand zitten. Govers? Nee, liever niet. Van binnenuit is de beste oplossing. Ik vind dat niet zo'n gek idee. Het gaat veel sneller.
En niemand heeft een betere ingang. Sorry, ik wil Govers hier niet meer terug. Maar Ruud heeft een punt. Als Securewatch inderdaad op meerdere fronten voor Medigen werkt, is dit een uitgelezen kans om erachter te komen. Ik ben er tegen. Ze moeten nu maatregelen nemen. En wij zitten op de eerste rang. Wie commercieel gaat, hoeft hier niet meer terug te komen. Het is hier geen duiventil. Maar ook niet als we daarmee de hele bende kunnen oprollen? Nou, dan ben ik maar principieel. Jij wil je korps uitbreiden. Daar heb je wel onze steun bij nodig. Wat? Koehandel? Pragmatisch. Het vervolgonderzoek rechtvaardigt zo'n stap. En Govers zal zeer gemotiveerd zijn. Jij bent het wel met hem eens. Dat is een moeilijk, zei die Koops te pakken. Er moet een directe link zijn tussen die kliniek, Medigen en Securewatch. Securewatch speelt een cruciale rol. Je zou ons een enorme dienst kunnen bewijzen. Als undercover. Oh nee, denk er niet aan. Ik word er permanent in de gaten gehouden. Ik weet dat ik het je eigenlijk niet mag vragen. Maar ik heb geen alternatief. Het is levensgevaarlijk. Ik wil je terug als lid van de unit. Zal iedereen blij mee zijn? Je vergist je. Je bent onze laatste kans. Ik wil weten wat de schakels zijn tussen Koops, Breitner en Cornwall. En wat ze precies te maken hebben met Van Dam en dat bewuste terrein in de Haarlemmermeer. Inbreken in computers? Is Kinky veel handiger in. Doe alsof het een onderdeel is van je werk. Als operation manager. Vraag naar de dienstroosters, de overuren, speciale taken. En van daaruit naar de loonlijst en de vergoedingen. Ik ga er gemakshalve maar vanuit dat Securewatch nu ook onder verdenking staat. Laat ze dat maar proberen te bewijzen. De verdenking alleen is voldoende. Het is onder controle. We moeten nu op alles verdacht zijn. Ik wil de hoogste staat van paraatheid. Actie? Actie? Zei ik actie? Ik zei alertheid. Alles leidt en moet leiden naar Cornwall. Cornwall is dood. Die krijgt dan postuum alle eer. Is dat duidelijk? Duidelijk genoeg. Ik heb het binnenste buiten gekeerd. Collega's geraadpleegd. Ik heb werkelijk alles onderzocht. Maar het is een hopeloze zaak. Het spijt me. Het OM is vastbesloten om er de zaak van de eeuw van te maken. Als ik moet hangen en niemand kan mij helpen, waarom doet u dan ook de moeite om naar hier te komen? Men zegt dat u goed bent. Dat ben ik ook. Spijt me, ik heb het zo niet bedoeld. Dalsma wil Koops hebben, kost wat kost. Wat moeten we doen? Volledige openheid van zaken in ruil voor strafvermindering en bescherming. Oorlog. De totale oorlog. We moeten maar zien of ze bereid zijn tot het sluiten van een deal. Als ik u was, dan zou ik niet te veel vertrouwen op uw gemeenschappelijke belangen. Die Koops doet er alles aan om buiten schot te blijven. Ik ken Koops beter dan wie ook. Als het erop aankomt, dan is hij zelfs gevaarlijker dan het OM. Hij heeft alles al voorbereid. Wil het OM nog wel een deal sluiten? Het is een wespennest. Maar we kunnen het proberen. Dit en dit. De Noordzeekust, Markenwaard, Haarlemmermeer, Oost-Brabant. En deze corridor door Midden-Nederland. Gearresteerd, maar waarvoor? Stratos Vastgoed BV. Bouwmaatschappij Nederland, Centraal Pensioenfonds. Allemaal opgekocht. Maar waarom houden ze het in eigen beheer? Zijn er al aannemers benaderd? Kan ze niet vinden. Via het kadaster kom je een heel eind. Heb ik al gehad. Ik vermoed dat ze het vasthouden om de prijs op te drijven. Misschien bieden ze het aan als de markt er weer gunstig voor is. Die gebieden bestaan uit pure grondspeculatie. Het meeste is van Stratos. Dus Van Dam. Wat zou die ermee willen? Ja, het enige die dat weet is Van Dam.
en misschien langer haar. Mevrouw Langeraar, we zijn met een paar vragen blijven zitten. Ik hoop dat ik er een bevredigend antwoord op kan geven. Over die grond in Haarlemmermeer. Ik heb begrepen dat uw voorganger tegen de verkoop was. Nadat ik hem opvolgde, heb ik de stukken nog eens goed bestudeerd en ik ben tot een andere conclusie gekomen. De vraag is waarom? Die andere conclusie, bedoelt u? Het terrein bleek zwaar vervuild. We hadden geen keuze. Het zou vele miljoenen hebben gekost de boel af te graven en te vervangen. Ten laste van onze gemeente. Waarom verkoop aan Van Dam? Stratos Vastgoed BV verplichtte zich tot schoonmaak. En daarna mag hij naar eigen goeddunken die grond gebruiken? Niet helemaal, in overleg met ons. En? Wat zijn de plannen? Stratos Vastgoed BV heeft er sociale woningbouw en minder dure koopwoningen gepland. Maar in feite mag hij de grond bestemmen zoals hij dat wil. Nadat er is schoongemaakt, ja. Het spijt me, ik kan u niet verder helpen. Hartelijk dank, dat was het. De heer Fransen is veel te jong gestorven. Vindt u ook niet? Ja, met Langeraar. Ik heb net bezoek gehad van die inspecteur, Talsma. Met vragen? Ja, en ik hoopte dat u daarmee uw voordeel kunt doen. Maakt u zich geen zorgen, mevrouw Langeraar? Ook omdat er destijds aan u opdracht is gegeven dat terrein te bewaken. Het is allemaal in orde. Hopelijk bent u gerustgesteld. Ja. Goedemiddag. Twan naar mij. Waar zit je? Velzen Noord. Ik kom direct terug. Nee. Van naar mij. Waar zit je? Velzen Noord. Ik kom direct terug. Met mij. Zit die Twan nog achter je aan? Zo te zien wel. Waarom? Hij moet van Spalding onmiddellijk terugkomen. Dat is jammer. Hij moet op de een of andere manier worden gestopt. Ik wil er liever mijn handen vrij hebben. Ik kan Amati vragen of hij hem kan opvangen. Ik heb Ruber duidelijk gezegd, geen optochten. Maar dit is je kans. Oké. Fase 5. Ga je gang. Roger. Over en uit. Klootzak! Move met het ding! Kijk jij met die vieze familieauto opzouten nou! Wacht!
Saskia. Ik heb hier de planning voor de komende 3 maanden. Maar hoe vind ik uit wie er nog meer kan worden ingedeeld? Dat staat op de lijst. Ik heb het over de speciale opdrachten. Ik herinner me dat er een limiet was of zo. En het overzicht van de financiële afhandeling? Nou, die had Mellema. Hoe kom ik daarachter? Enkele maanden geleden heeft Mellema 4 mil handgeld betaald aan Twan als voorman op een klus. Begrijp ik niet, hoe zit dat? Dat is een oud dienstrooster. Waarom? Omdat Twan toen steeds in de nachtploeg zat. En? En dit? Dit zijn codes. Onze nachtploeg. Onze klusjesmannen. Steeds hetzelfde groepje door Spalding zelf ingezet. Deze naam is doorgestreept. Ja, Veringa. Wat is daarmee? Die heeft een ongeluk gehad. Overleden? Dank je. Ik ben hem kwijtgeraakt, sorry. Dit is belangrijk. Saskia, kun je me even een plezier doen? Auto 43 heeft schade. Breng hem even naar de garage. Het taxatierapport ligt op mijn bureau. Geen pottenkijkers. Dat ik een lange vakantie had genomen? Beter nog even van niet. Ik heb de zaak op een rijtje gezet. En ik ben tot de conclusie gekomen dat wij het initiatief moeten houden. Daar was ik al aan bezig. Als we nou zo hoog mogelijk inzetten. Het OM is me nog iets schuldig. Als ik nou eens met Sterk ga praten. Dat is goed. We moeten ze hoe dan ook voorblijven. En garde. Hallo. Gelukt? Ja, dankzij jou. Dankjewel. Dus je bent weer terug? Zoals je ziet. Omdat we nooit samen gezien mogen worden, heb ik maar hier afgesproken. Ik wilde geen enkel risico nemen. Nou, welkom terug, Ben. Wat een enthousiasme. Ik hoop maar dat je nu blijft. Zo mag ik het horen. Dankjewel. Vreemd dat je weer bij ons bent. Geldt ook voor mij. En? Mellema heeft 4 maanden geleden 4 mil aan Twan betaald. Als voorschot op een klus. Wat voor een klus? Nachtklus. Steeds hetzelfde groepje door Spalding zelf geselecteerd en ingezet. Weet je ook wie het waren? Nee, allemaal in code. Kunnen we daar nog achter komen? Nou, ik ben bang van niet. Hoewel ik ben erachter gekomen dat ene Veringa daar behoorlijk ziek is geworden. De financiële administratie blijkt dat ze behoorlijk wat geld hebben gegeven. En dan woont hij ergens in het Gooi. Ja, we zouden dus noods kunnen horen. Nee, dat kan ook een andere keer. We moeten ze niet op ideeën brengen. Oh ja, 12 jaar geleden is Secu Watch
voortgekomen uit een failliet bedrijf. De Lange BV. De Lange BV? Ja, Thomas de Lange, Charlotte de Lange Goedschalk, beide eigenaren in gelijke delen. De ouders van Karin? Charlotte Prinsen. SecuWatch heeft dus iets te maken met Prinsen. Charlotte is na de dood van haar man getrouwd met Karel Prinsen. Misschien is het interessant om ze daar eens mee te confronteren. Kinky heeft uitgevonden dat SecuWatch 8 jaar geleden verkocht is aan een firma op het eiland Guernsey. Een postbusfirma die op naam stond van Cornwall. Dus naast bankier was die ook nog eens een keer eigenaar van SecuWatch? De gebruikelijke zakelijke rattenknoop. Waarschijnlijk legaal. Zakenjongens die elkaar de bal toespelen. Wat gaan wij eraan doen? Thomas de Lange pleegde zelfmoord. Prinsen en Charlotte konden na zijn dood uitstekend met elkaar vinden. Maar dochterlief kon weer niet zo goed door één deur met die stiefvader. Later verkocht Prinsen het bedrijf weer aan Cornwall. En nou wil jij met Prinsen gaan praten? Ja. Ik dacht, laten we het maar eens op niveau doen. Oh, je wil dat ik meega? Wat wil je hem vragen? Gewoon, hoe het in elkaar zit. Ik heb voor jou ook nog een buitengewoon aardig nieuwtje. Mevrouw Breitner wil een deal sluiten met het OM. Ze is bereid opening van zaken te geven en namen te noemen. Koops? Onder andere. Dan moeten we hem pakken voordat hij er lucht van krijgt. Bang maken dat we wat weten. Flink in de zenuwen laten zitten. Hij moet het gevoel krijgen dat het net om hem heen zich gaat sluiten. Voorlopig alleen voor verhoor. 3 keer 24 uur. Mag ik even van je telefoon gebruik maken? Ga je gang. Meneer Koops, wij verzoeken u mee te gaan. De heren Bilderijk en Talsma willen met u praten. Dan waren ze hier zelf wel geweest. We hebben opdracht u op te halen. Ik begrijp het. Ik trek eerst even mijn colbertje aan. Nee, maakt u zich geen zorgen. Ik weet hoe ik hiermee om moet gaan. Pardon? Na de inval in de kliniek kwam de naam van Jeremy Cornwall te sprake. En die van de heer Koops. Vandaar dat we hier zijn. U heeft daar vast wel van gehoord. En gelezen? We gaan nu alles na wat betrekking kan hebben op de heer Cornwall. En zijn relatie met de heer Koops. Kom maar. Heeft u nog contact gehad met de heer Cornwall voor zijn dood? Heel vroeger wel, maar dat is langzaam verwaterd. U heeft zeker SecuWatch aan hem verkocht? Ja. Dat is geen geheim. Nadat u het had overgenomen van Thomas de Lange. Toch? Daarvoor moest mijn vrouw hierbij aanwezig zijn. Ja, ik heb Charlotte en haar man destijds uit de zorgen willen helpen. Maar Thomas kon de schande van de mislukking niet aan. Mislukking? Ze hadden het bedrijf samen opgebouwd. De zaak ging failliet. Ik heb toen geprobeerd Charlotte zo goed mogelijk tot steun te zijn. Ja, ik stond er ineens alleen voor. Met mijn dochter. En uit die vriendschap is iets moois gegroeid. En Koops? Wat zijn relatie tot Cornwall was, daar heb ik geen flauw idee van. Maar u kent elkaar wel. Vaag, ik weet wie het is. We frequenteren dezelfde sociëteit.
we nu een advertentie plaatsen en die nemers vragen hoe secuur een hotelreservering in de Haarlemmermeer zou zijn. Hoe denk je dat het antwoord is? SecureWatch, Stratos Vastgoed BV, Van Dam. Zou kunnen. Ik zal Kinky de advertentie door laten bellen. Goed plan. Kan iemand mij vertellen wat ik hier doe? Wij willen u verhoren in verband met uw betrokkenheid bij de praktijken in de Vita Nova kliniek. U maakt een grapje of een grote vergissing. Dat dacht ik niet. Toch wel. Ik heb daar niets mee te maken. Meneer Koops, we hebben genoeg aanwijzingen. Dan hadden jullie mij gearresteerd. We hebben voorlopig 3 keer 24 uur. En daarna nog eens. Als het moet. Dat is een hele lange tijd in een ruimte van... Wat zal het zijn? 2 bij 2,5 meter? Ik maak graag gebruik van mijn zwijgrecht. Wij weten van uw betrokkenheid. Alleen al vanwege mevrouw Breitner. Wat mevrouw Breitner in die kliniek deed, was haar zaak. Nogmaals, ik heb hier niets mee te maken. Leiding geven aan een criminele organisatie die verantwoordelijk is voor de dood van... ik weet niet hoeveel kinderen. Zoals ik al zei, ik maak graag gebruik van mijn recht om te zwijgen. U dacht dat mevrouw Breitner er wel alleen voor op wilde draaien? Wij denken van niet. U kunt dus maar beter meewerken. Het kan ook anders, meneer Koops. U had toch ook nog een dochter en een kleinzoon? Misschien dat dat een beetje helpt? Ik vind niet dat ik u beiden van dienst moet zijn. 3 maal 24 uur moeten we hem op andere gedachten brengen. Hopen we. Ja, dat hopen we. Hoe ging het bij Prinsen? Zijn vrouw was behoorlijk nerveus toen we daar vertrokken. Nerveus? We moeten haar maar eens flink onder druk zetten. Hoe? Tot nu toe kon of wou ze niets zeggen? Ze reageerde nogal geschrokken toen we de naam van haar vorige echtgenoot noemden. Ja, als er iets gebeurd is, dan zal ze toch wel blijven zwijgen. Dat hangt er vanaf wie er nog meer bij betrokken zijn. Als ze breekt, is het alleen maar in ons voordeel. Mijn naam is de Boer van de dienst Milieu, ministerie van Volksgezondheid. Kan ik even binnenkomen? Nou, gaat u zitten. Waar gaat het over? U hebt gewerkt voor SecureWatch? Nee. Kom nou, meneer Veringa. U maakte zelfs deel uit van een speciaal team onder leiding van de heer Spalding. Dit volgens informatie van SecureWatch. U hebt daar gewerkt van begin 92 tot eind 96. En daarna bent u arbeidsongeschikt verklaard. Volgens de gegevens waar wij over beschikken, hebt u toen deze prachtige villa kunnen kopen. Of zoals dat zo mooi heet... U werd afgekocht. Allemaal legaal. Het is al keurig opgegeven en zo. SecureWatch is een beveiligingsbedrijf. Om wat voor speciale klussen ging het eigenlijk? Daar kan ik u geen antwoord op geven. Het werk heeft uw longen behoorlijk aangetast. Heeft dat iets met die speciale klussen te maken? Dat spijt me. Begrijp het. Neemt u maar contact op met SecureWatch. Ja,
had om mij gevraagd? Ja. We hebben gehoord dat mevrouw Breitner zich laat bijstaan door meester Kooijman en dat mijn cliënt voor alles verantwoordelijk wordt gehouden. Oh, daar is mij niets van bekend. Maar ik kan ook niet op de zaak ingaan. Het is waanzin. Het is een valse voorstelling van zaken. Ze draaien alles om. Meester Kooijman behartigt de belangen van mevrouw Breitner op haar manier. Mijn cliënt wordt opgepakt en behandeld als een verdachte, terwijl hij notabene geholpen heeft. We zijn de heer Koops erkentelijk voor zijn inspanningen. Maar als het in het belang is van het onderzoek, dan doen wij wat we moeten doen. Mevrouw Breitner schuift mijn cliënt alle schuld in de schoenen, terwijl het haar eigen initiatief is geweest. Hij wist niets van wat zich daar afspeelde. Nou, dat moet nog uit het onderzoek blijken. Volgens mij hadden ze een zakelijke band. Dat ontkennen wij ook niet. Maar dat van die kinderen, dat was haar privé-aangelegenheid. Ik steek toch niet mijn nek uit als ik mede verantwoordelijk zou zijn. Het is een slimme manier om de boel te vertragen, meer ook niet. Ze wil mij gewoon kapot maken. In haar wraak. Heren, ik ben ervan overtuigd dat de waarheid altijd boven water komt. Dat geldt voor ons allemaal. Kunnen we dit niet oplossen? Had u een voorstel? Ik eis dat mijn cliënt onmiddellijk in vrijheid wordt gesteld. Op grond waarvan? Omdat u geen enkele concrete aanwijzing heeft. Weet u dat zeker? Zolang de rechtercommissaris ons ontvankelijk verklaart, blijft u gewoon vastzitten. Goedemiddag. Voortaan doe je maar wat ik zeg. Want volgens mij heeft Breitner al een deal met het OM om mij te laten hangen. U geeft de moed niet op, hè? Omdat we ervan overtuigd zijn dat er meer aan de hand is met Karens dood. En daar bent u nu verder mee en komt mij de tussenstand melden. Ze moet iets heel belangrijks geweten hebben. Zoals? Iets waarvan u misschien ook op de hoogte bent? Dat zou ik dan graag willen weten. En Jeremy Cornwell? Misschien kunt u erachter komen wat er met hem gebeurd is. Als ik wist wat u daarmee bedoelde. Wij gaan ervan uit dat u een heel goed contact had met uw dochter. En dat u dus geen geheimen had voor elkaar. Dat was niet altijd zo. Wat wist ze? Wat wist ze dat zo belangrijk was dat niet alleen zij, maar ook onze collega Bressler met zijn leven moest betalen? En Cornwall. En waarom denkt u dat ik daar iets van af weet? Omdat die kans levensgroot is. En zou ik dat dan niet al lang verteld hebben? Het spijt me. Het spijt mij ook. U zou ons kunnen helpen. Ook omdat het te maken heeft met haar vader en zijn zelfmoord. Als het zelfmoord was. Eerst brengen ze me een bezoek. Die hoofdinspecteur en die hoofdofficier van justitie. En nou die zaak met Veringa. Enig idee waarom? Nee. Eigenlijk niet, nee. Het wijst in elk geval niet naar Cornwall zoals we hadden afgesproken. Wat weten ze? Niets. Alle maatregelen zijn genomen. Dat zei je de vorige keer ook al. Alles is vernietigd. En hoe kunnen ze dan iets gevonden hebben? Buiten Mellema. Geen idee. We hebben geen enkel risico genomen. En Veringa heeft zijn mond gehouden. Niemand weet ervan. Ik wil een definitieve oplossing.
Haarlemmermeer. Haarlemmermeer. Deze is net bezorgd. Over 2 dagen een bijeenkomst voor de deelnemers aan de Haarlemmermeer-excursie. Maar waar? Geen idee. Ik zal de krant blijven doorspitten. Het is al meer dan we hadden durven hopen, toch? Waar gaan die zo snel naartoe? Een of andere haastklus. Wie waren de anderen? Oproepkrachten. Enig idee waar ze naartoe moeten? Ik heb iets gehoord over de Markerwaard. Waar precies? Maar geen idee. Oké, bedankt. Prettige avond. Ja, hetzelfde. Ja? Het is gelukt. Hij hapt. Perfect. Ik ben iets op het spoor. Wil je assistentie? Nee, ik wil niet gevolgd worden. 3 auto's is te veel. Ik meld me als ik wat meer weet. Waar ga je naartoe? Ergens in de Markerwaard. Oké, ik zal het doorgeven. Hey, met mij. Jammer dat je nog niet terug bent. Zet het eten in de ijskast, ik ben wat later.
zo voorspelbaar. Eens een politieman, altijd een politieman. Luister, als jij echt wilt weten waar wij mee bezig zijn, nodig ik je nu uit om mee te komen. Gewoon de weg volgen. Een paar kilometer verder zijn we bezig met een speciale klus. Hè? Doe maar. Je maatje, Bressler. Venga.